Ja, dames en heren, ik heb net een evaluatiegesprek gehad met mijn psycholoog, waar ik behandeld word voor woedeaanvallen. Ik heb in mijn leven heel veel last van woedeaanvallen gehad en de behandeling daarvan loopt op dit moment heel erg goed, dus daar ben ik blij mee. Maar ik had toch over een aantal andere dingen, met een aantal andere dingen had ik toch wel vrij veel problemen. Ik heb besproken dat ik vrij vaak suïcidaal geweest ben in mijn leven en dat ik 8 jaar lang last van depressies heb gehad. Hier ben ik vaak voor behandeld en ja, dat is een groot probleem voor mij. Verder heb ik de ziekte MCS, wat heel veel problemen geeft. En ik heb gemerkt dat ik dement aan het worden ben. Ik denk zelf dat het frontotemporale dementie is. Ik zal dit allemaal verder in latere uitzendingen zal ik dit uitleggen. Ja, wat heb ik allemaal besproken? Ik heb gezegd van, ja, het is toch voor mij veel beter als ik precies weet wat er aan de hand is. Ik bedoel dat ik niet op de hoogte gehouden word van de stand van zaken, is voor mij een enorm probleem en ik maak me daar enorm druk over. Dat ik niet precies weet welke ziektes ik wel en welke ziektes ik niet heb. Ja, dat is toch wel iets wat voor mij heel erg lastig is. Ik heb dat vandaag besproken en ik heb er ook voorbeelden van gegeven. Ik heb bijvoorbeeld van de week gekeken naar de video van de Paralympics, waar een van de medaillewinnaars heeft uitgelegd wat er aan de hand was. Zij heeft verteld op haar video dat het voor haar heel veel heeft gescheeld. Dat ze precies wist wat de diagnose was en dat ze een euthanasieverklaring in de zak had. Ik weet niet precies of ik dit goed uitleg, maar het kwam erop neer dat zij de diagnose van de ziekte die ze had 10 jaar geleden al had. En dat ze gewoon 10 jaar lang goed geleefd heeft. En nu een Olympische medaille gehaald heb, doordat ze precies wist wat er aan de hand was met haar. Ze wist precies welke ziekte ze had, ze wist precies wat er met haar aan de hand was en ze wist precies het verloop van de ziekte. Dat heeft haar gewoon in leven gehouden, dat heeft haar rustig gehouden. En dat is voor mij ook belangrijk, ik wil gewoon rust. Dus ik heb gewoon een beetje op internet gezocht van wat er allemaal aan de hand was op het moment. Ik ben bij de NVVE wezen zoeken. Ik ben bij de Dr. Phil wezen zoeken uit Australië. Die ze ook wel Dr. Dead noemen. Die ik al een paar jaar ken. Ik ben bij de Stichting De Einda wezen zoeken. Naar wat voor methodes ze allemaal hebben. Ook heb ik de jaarverslagen van het van de levenseindekliniek doorgenomen en ik ben daar toch wel geschrokken van die jaarverslagen van wat er precies in stond. Dus ja, dat zijn allemaal dingen waardoor ik vreselijk onrustig word. Ook heb ik gekeken omdat een vriend van mij zijn wilsbekwaamheid aan het verliezen is, ben ik aan het kijken wat de gevolgen daarvan zijn. Want als je niet wilsbekwaam bent op het moment dat je iets wil, dan heb je een vet probleem. Ik zal dit later allemaal precies uitleggen. Dit heb ik allemaal tegen die psycholoog verteld. Ook een probleem is, ik heb een uitkering en al die boeken die ik moet gaan kopen en al die cd's en al die spullen die ik nodig heb om kalm te worden, die kosten allemaal enorm veel geld. Een boek van Dr. Phil kost iets van $90. De spullen van Dr. Phil die je verder nodig hebt, het gaat allemaal in de honderden dollars kosten. En dat is gewoon een probleem aan het worden. Ik bedoel, dat komt niet uit het ziekenfonds. Ik heb die psycholoog ook verteld van dat mijn favoriete methode de laatste jaren de heliummethode was. Ik heb voor de heliummethode gekozen omdat ik van dokter Chabot heb gehoord hoe die heliummethode werkte. 5 jaar geleden toen ik ben opgenomen in een kliniek vanwege suïcidaliteit. Toen zei een van de artsen tegen mij, ja maar Ruud, je bent toch handig met helium? En toen ben ik gaan zoeken naar wat allemaal wel en niet kon met dat helium. En daarna heb ik dat gewoon goed bestudeerd. Het is een vrij moeilijke methode en je moet er gewoon ja, toch wel de kleine details van weten. Nou,
Nadat ik dat bestudeerd heb, ja, ik ben ballonhandelaar, dus ik had altijd helium in huis. Heb ik gewoon van de laatste 3 jaar, 2 jaar lang helium in huis gehad. Alleen het probleem met de helium is dat het nu vermengd wordt met lucht, waardoor de heliummethode gewoon aan zich niet meer werkt. Ik bedoel, doordat ze het met lucht vermengd hebben, krijg je een soort helium wat diepzeeduikers gebruiken om op grote diepte te komen. En dat werkt natuurlijk niet om iemand te euthaniseren. Dus dat is gewoon een probleem geweest. De fles die ik 2 jaar geleden in huis had, die werkte nog wel. Maar nu de blikken die je kunt kopen bij de ballonnenwinkel, die werken gewoon niet meer. En dat is gewoon een probleem voor mij. Dus ik ben over. Ik moet overstappen naar een andere methode. Kijk. Ik denk niet dat ik in aanmerking kom voor euthanasie, omdat ik ook psychiatrische problemen heb. En het laatste jaar zijn er gewoon maar 9 patiënten in Nederland in aanmerking gekomen voor euthanasie vanwege hun psychiatrische problemen. Dus ja, om het op psychiatrische problemen te gooien, dat is een probleem. Het beste is, zijn mijn MCS-problemen, want daar heb ik echt de grootste problemen mee. Ik heb 5 jaar lang op mijn bed gelegen en naar het plafond liggen staren vanwege mijn MCS-problemen. Omdat ik geen adem meer kon halen. Ja, dat heb ik ook tegen die psycholoog verteld. Ik zei, joh, zo'n plafond is wit en daar raak ik op een gegeven moment echt op uitgekeken. Dat zie ik niet meer zitten. Dus toen heeft de psycholoog me gewezen op het feit van ja, dat het eigenlijk problemen voor de huisarts waren. Ik zeg, ja, mijn huisarts, als ik tegen mijn huisarts zeg van ik ben depressief, dan duikt hij al onder zijn bureau. Ik zeg, dat is echt een probleem aan het worden met die man. Dus echt, om daar nou iets positiefs van te verwachten, ja, dat gaat moeilijk worden. Ja, dit zijn zo ongeveer alle problemen die ik besproken heb. Ik weet niet of ik nog op meer dingen kan komen. Ik ga het nu even afkijken en ik dank u voor uw aandacht. Dit was een Ruud van der Meer uit Den Haag en tot ziens.